Vandaag is Yvette in Maartensdijk op het landgoed Eikenstein. En het ziet er prachtig uit in de sneeuw. Ja, kijk nou toch. Overal waar Yvette haar camera richt, ziet ze wat moois. Dit is natuurlijk ook een heel erg mooi plaatje. Maar bijna alles met sneeuw deze dagen ziet er echt sprookjesachtig uit. Maar hier heb je zo'n toegangspoort richting landgoed Eikenstein. En gewoon het hout. De compositie als zodanig vind ik al plaatjewaardig. Als je nou zelf mooie natuurfoto's wil maken, heeft die vet nog een goede tip. Ga in de ochtend op pad. Op dit moment gaat de zon op even na 8 uur. Dus dat valt best wel mee, dat is helemaal niet zo vroeg. En dan is het, uh, heb je het gouden uurtje. En dat is een deel voor zonsopkomst en na zonsopkomst. En dat geeft een hele mooie goudachtige gloed. Dus heel zacht licht. Maar ook buiten dat gouden uurtje is er nog voldoende te zien. Kijk eens hier, wow. Kijk dan. Zie je dat? Oei, wat mooi. En houd je nou niet van fotograferen, ook dan is Landgoed Eikenstein een prachtige plek om te zijn. Ga naar buiten. Weet je, het is alleen een keuze. Zet die wekker wat eerder en ga lekker het bos zien.